Ik heb al eerder video's gemaakt over hoe je aandelen kunt waarderen. En dat waren telkens methodes waarbij je gebruik maakte van de winst die een bedrijf maakt. Maar er zijn steeds meer bedrijven die nog geen winst maken. In ieder geval niet op korte termijn, maar met het idee om op lange termijn pas winst te maken. Dat is het geval bij veel startups, maar denk ook aan Amazon die zo begonnen is. Tesla of Uber op dit moment. En ik dacht, laat ik dus een video maken waarin ik een situatie zoals dat als voorbeeld pak. In deze video pak ik dus Tesla als voorbeeld, omdat dat veel in het nieuws is, veel negatief in het nieuws is. De koers is ver gezakt. En het is een groot gedeelte van mijn belegd vermogen wat ik in Tesla heb geïnvesteerd. En aan de hand van de laatste kwartaalcijfers, laatste nieuwsberichten, heb ik toch aandelen bijgekocht. En ik wilde in deze video dus uitleggen waarom ik dat heb gedaan. En op die manier kun je dus misschien leren op dingen waar je op kunt letten. Op een bedrijf wat nog geen winst maakt. Maar bijvoorbeeld waarom het toch interessant is om in te investeren. In dit geval dus Tesla. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar zoals gezegd gaan we in deze video's kijken naar bedrijven om in te investeren, maar die nog geen winst maken. Zoals gezegd pak ik Tesla als voorbeeld, omdat dat ten eerste bedrijf is wat de laatste tijd veel negatief in het nieuws is en waar ik toch telkens aandelen van heb bijgekocht. En inmiddels dus mijn grootste positie is. Het is bijna 20% van mijn belegde vermogen. Zeker voor een enkel bedrijf is dit de grootste positie. En zoals gezegd neem ik jullie mee in de gedachtegang waarom ik aandelen heb bijgekocht juist. Nu het wat minder gaat. En je niet kunt vertrouwen op waarderingsmethodes die uitgaan van dat het bedrijf winst maakt. Ongeveer 2 maanden geleden ben ik begonnen met een serie interessante aandelen. Iets wat ik maandelijks doe. En ik zal hier een link plaatsen naar de laatste versie daarvan. En daar sprak ik ook telkens Tesla in als interessant aandeel. Op dat moment, de eerste keer dat ik het besprak, had ik nog 10 aandelen. Inmiddels heb ik, zoals gezegd, mijn positie dus uitgebreid. En als we gaan kijken naar de app van de Giro en log even in, dan zie ik dat ik op dit moment dus 20 aandelen heb. In totaal een waarde van €3400. Kijken we nou naar wat het uiteindelijk heeft opgeleverd, dan zul je zien dat ik juist een verlies heb van bijna €1660, oftewel 33% op deze positie. En dat de gemiddelde aankoopprijs op dit moment $291.70 is. En die lag voorheen over de $300 zelfs, want ik ben gemiddeld $314 in het begin. Dus ik ben de laatste tijd wat extra bij gaan kopen. De gemiddelde aankoopprijs is daardoor gedaald. En zoals gezegd neem ik jullie in deze video mee in punten waar ik bij Tesla op let. Wat mij toch doet beslissen om te zeggen van ja, ik koop juist aandelen bij. Ook al gaat het met de koers juist de verkeerde kant op eigenlijk. En het is dan vaak belangrijk om te gaan kijken naar wat is het bedrijf nou echt? En welke onderdelen van het bedrijf zijn belangrijk? Nou, in dit geval is het wat is Tesla? En als je aan mensen vraagt wat is Tesla, dan zullen de meeste mensen als eerste zeggen het is een autofabrikant. En dat is natuurlijk waar, want daar is Tesla het meest bekend van. Maar ze hebben ook eigenlijk een heel andere belangrijke kant en dat is de energiekant. Daar vallen bijvoorbeeld de accupakketten voor thuis aan de muur op. Denk hier ook bij aan Solar Roof, de zonnepanelen eigenlijk in een dakpan verwerkt voor op je dak. En ook de industriële toepassingen voor overheden, voor grote accucapaciteiten, voor hun netwerken. En het derde belangrijke punt is of je Tesla gaat indelen als een autofabrikant of als een techbedrijf, een technologiebedrijf. Want dat maakt natuurlijk ook uit in hoe je dat naartoe kijkt en hoe het geanalyseerd wordt of hoe je in ieder geval de waardering van dit bedrijf bepaalt. Laten we dan beginnen met de energiekant, want dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel. Het is niet zo groot qua omzet, maar het is wel heel belangrijk omdat het ook meespeelt in auto's. Dat komt natuurlijk omdat het gaat over energie, gaat het over batterijen. Zoals gezegd, aan de ene kant accupakketten voor thuis of voor overheden, voor het netwerk van een land bijvoorbeeld, waar grote capaciteit wordt opgeslagen. Alles komt erop terug dat Tesla natuurlijk accupakketten maakt, batterijen ontwikkelt. En dat doen ze op zeer grote schaal. Ze hebben hier een enorme fabriek voor in Amerika. En op dit moment zijn ze trouwens een tweede fabriek in bouw in China die dit ook gaat produceren. Dus ten eerste voor die Powerwalls, zoals ze het noemen, die accupakketten thuis. Of die grote accupakketten voor, zoals gezegd, overheden. Maar wat we zagen in de laatste kwartaalcijfers was juist dat het jaar op jaar afnam met hoeveel omzet hierin zat. Nou, analisten zeggen dan meteen het gaat te slecht met dit soort producten. Dat is niet per se waar. Ze gingen gewoon de capaciteit die ze hadden, die gebruikten ze niet meer voor dit soort systemen. Maar die gebruikten ze juist om accupakketten voor hun auto's te bouwen. Omdat juist de Model 3 aan het einde van 2018 in grote getale werd gemaakt, hebben ze zoveel mogelijk accupakketten die kant op gestuurd om zoveel mogelijk auto's te kunnen produceren. En wat hier belangrijk aan is, omdat ze zoveel accu's bouwen en zoveel ervaring hiermee hebben, ze zijn natuurlijk al
sinds 2012 bezig met de Model S ontbouwen. Dus ze hebben enorm veel accupakketten al gebouwd. Hebben ze een enorme voorsprong op de concurrentie. Niet alleen in hun kennis die ze hierin hebben, maar ook in de kosten die ze doen. Want ga je nou vergelijken met de eerstvolgende concurrent, dan zeggen analisten dat ze waarschijnlijk 20% goedkoper kunnen produceren dan die concurrentie. En aangezien dus deze batterijen overal in terugkomen en een groot gedeelte van de prijs van een auto bepalen, is het natuurlijk erg belangrijk als jij in één keer 20% goedkoper kunt produceren dan je concurrent. En dat is zeker dus het geval bij auto's, want die worden inmiddels in best wel grote aantallen, geloof ik 5000 of in ieder geval meer dan 5000 al per week gebouwd bij Tesla. En dat is dus het volgende onderdeel waar we ons op gaan richten, de auto's. En dat is natuurlijk hetgene waar Tesla vooral van bekend is en waar het grootste gedeelte van hun omzet uitkomt. En in dit geval wil ik op 4 onderdelen gaan letten. Ten eerste zijn dat de leveringen, dat is eigenlijk de omzet van auto's. Ten tweede is dat de groei die het onderdeel meemaakt. Daarnaast nog de cashflow, dus het geld wat ze hebben als Tesla in zijn geheel. En als vierde het marktaandeel. Voor dit onderdeel wil ik ook telkens gaan kijken naar wat analisten hadden voorspeld of verwacht of gezegd. En hoe het nieuws hierover reageerde. En aan de andere kant hoe het eigenlijk echt in elkaar zit en wat dus eigenlijk niet direct zoveel invloed had als op de koers als dat analisten hadden. Nou, laten we als eerste gaan kijken naar leveringen. Die leveringen vielen tegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018. En dit heeft eigenlijk twee redenen. Ten eerste is het vierde kwartaal van een jaar, de jaarafsluiting, altijd het beste kwartaal. En het was dus verwacht dat het die aantallen, ze zouden uiteindelijk 5000 Model 3's per week maken. Nadat het ook zou worden doorgetrokken naar het eerste kwartaal van 2019. En dat dus enorm veel auto's verkocht zouden worden in het eerste kwartaal. Nou, dat was dus iets minder dan het vierde kwartaal. Dus het was minder dan analisten hadden voorspeld, waardoor de koers al een klap kreeg eigenlijk. Want de verwachting werd dus niet gehaald. Gaan we nou juist niet kijken naar het vorige kwartaal, het vierde kwartaal van 2018, maar juist vergelijken met het eerste kwartaal van 2018, dus jaar op jaar basis vergelijken, dan zul je dus zien dat het juist een enorme stijging is. En dat Tesla dus veel meer auto's heeft gebouwd dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. En daarbij kwam ook nog dat dit kwartaal, dit jaar eigenlijk zelfs, Tesla is begonnen met auto's naar Europa en China te verschepen. Dat daar veel meer auto's werden verkocht. Nou, het probleem daarbij was dat ze lange tijd op het schip stonden. Te lang eigenlijk, waardoor ze niet altijd meer in het eerste kwartaal geleverd konden worden. Daardoor zijn er ongeveer 10.000 auto's nog ergens achtergebleven. Dus die eigenlijk nog van Tesla waren, omdat ze niet verkocht werden. Die zijn dus niet meegenomen in die eerste kwartaal, in die leveringen eigenlijk. Dus daar zul je ook zien dat ze wel gemaakt zijn, maar nog niet geleverd zullen zijn. En dat dat pas in het tweede kwartaal zal gebeuren. En dat dus juist in dit kwartaal wordt meegenomen, dat we daar natuurlijk 10.000 auto's extra zullen zien. Kijken we nou bijvoorbeeld naar het tweede onderdeel, en dat is groei. Je ziet dat Tesla natuurlijk enorme groei doormaakt. Niet ten opzichte van het laatste kwartaal of het vorige kwartaal, maar wel hetzelfde kwartaal een jaar geleden. En zo zou ik dan willen vergelijken. Je ziet natuurlijk dat ze enorm veel groei doormaken. En wat hier dan telkens belangrijk bij is, en dus ook bij andere bedrijven, is dat je gaat kijken naar ten eerste de groei van de omzet en ten tweede de groei van de kosten van die omzet. Want je kunt natuurlijk wel je omzet verdubbelen, maar als je kosten 3 keer zoveel worden, schiet je er weinig mee op, ga je er juist op achteruit, terwijl je omzet dus eigenlijk toeneemt, wat positief klinkt. Kijken we nou echter bij Tesla, dan pakken we Hyperchars erbij, waar je dat mooi kunt terugzien. Als we kijken naar deze grafiek van Hyperchars, dan zien we dan in de blauwe lijn de groei, de toename in omzet, en in de rode lijn de toename in kosten. En dus zolang die blauwe lijn boven de rode lijn ligt, neemt de omzet harder toe dan de kosten, en dat is dus de ideale positie. En dat is dus bij Tesla het geval. Een derde belangrijk punt bij bedrijven die geen winst maken is het geld, de reserve die ze hebben. Tesla had ongeveer 3,5 miljard aan het einde van het vierde kwartaal van 2018. En dit nam af met 1,5 miljard in het eerste kwartaal. Dus dat ging in één keer van 3,5 terug naar 2 miljard. Bij dit soort bedrijven wil je natuurlijk kijken hoeveel geld hebben ze en hoe snel maken ze dit geld op. Want aangezien ze nog geen winst maken, neemt dit vermogen eigenlijk niet snel toe. En je wilt natuurlijk niet hebben op het moment dat ze 3 of 4 miljard hebben en er elk kwartaal een miljard opgaat, dan weet je als je zo door gaat rekenen dat je het over een jaar het geld op is en dat misschien het bedrijf al op moet houden. Dus op het moment dat Tesla 1,5 miljard euro verloor in een kwartaal, waren mensen, analisten dus heel erg sceptisch hierover. Dat was natuurlijk een bericht wat bovenaan elk nieuwsbericht stond. De 1,5 miljard in een kwartaal in principe weg, een verlies van 700 miljoen. Er waren dus nog meer kosten, waardoor het dus eindelijk 1,5 miljard was. Dat was dus heel negatief en natuurlijk heeft dat weer grote impact op de koers. Maar belangrijk is dan dat je gaat kijken, nou, waar zit die 1,5 miljard in? Nou, als we dan gaan kijken, de eerste 920 miljoen zat in een lening van obligaties die ze moesten overnemen, afbetalen, iets
precies weet ik het niet. Lastig uit te leggen ook. Maar het komt erop neer dat het uiteindelijk een eenmalige uitgave was. En dus niet iets structureels dat elk kwartaal terugkomt. Het is nu 1 keer 920 miljoen, maar dat komt het volgende kwartaal niet terug. Het volgende bedrag wat we zien is 280 miljoen. En dit was een investering in hun tweede fabriek in China. Dus dit is een investering voor de toekomst. Die levert nu natuurlijk nog niks op. Maar in de toekomst zou het natuurlijk wel geld op moeten leveren. In ieder geval zorgt het ervoor dat ze auto's kunnen maken in China. En hiermee samen hebben we eigenlijk al 1,2 miljard van die 1,5 miljard een goede verklaring kunnen geven. Nou, kijken we naar het laatste gedeelte. Zoals ik eerder al zei bij die leveringen. 10.000 auto's zijn al wel gemaakt, maar nog niet geleverd. Dus Tesla heeft al wel de kosten gemaakt, maar nog niet de opbrengsten, omdat ze nog niet verkocht zijn. Die komen waarschijnlijk dan in het tweede kwartaal. In dit kwartaal worden die verkocht. Maar 10.000 auto's tegen misschien wel 40.000 euro verkoopprijs. Dat is al gewoon 400 miljoen euro die in principe dus nog niet bij de omzet is gerekend, maar wel al wel als kosten zijn gemaakt. Dus dat verklaart alweer misschien 200, 300 miljoen. En zo kom je eigenlijk al vrij snel op die 1,5 miljard. En dan zie je dus dat één kostenpost daarvan eenmalig is. En dat twee daarvan eigenlijk investeringen voor de toekomst zijn, die zich in het komende kwartaal of komende jaren terugbetalen. Dus eigenlijk is het een, ja, ook al verliezen ze 1,5 miljard, het is heel logisch te verklaren. En dan komen we eigenlijk bij het laatste onderdeel aan, ook een heel erg belangrijk onderdeel, en dat is marktaandeel. Want vaak zul je zien dat bedrijven die nog geen winst willen maken, dit juist doen om zoveel mogelijk marktaandeel te veroveren. Dit was natuurlijk het geval bij Amazon, die eigenlijk alle winst die ze hadden, elk geld dat ze hadden, gebruikte om alleen maar verder te groeien, meer markten over te nemen, meer producten aan te bieden, om alleen maar verder te groeien. En pas eigenlijk de laatste twee jaar proberen ze ook winst te maken, en eigenlijk komt dat nog niet eens uit hun webshop, maar eigenlijk uit AWS, Amazon Web Services. Dus de servers die ze verhuren, daar komt eigenlijk alle winst vandaan. En daar betalen ze eigenlijk de rest van Amazon. En dat is natuurlijk ook het geval bij Tesla. Die probeert op dit moment zoveel mogelijk te investeren in ontwikkelingen, maar ook zeker in marktaandeel. En als we gaan kijken naar Tesla als marktaandeel, dan hebben ze zeker op de automarkt, zie je ze al dat ze bijna de top 10 inkomen. In ieder geval in Amerika staan ze op nummer 11 van alle best verkochte auto's. Van alle auto's dus. Niet alleen elektrische auto's, maar ook benzine en diesel. Maar bij elektrische voertuigen en plug-in hybrides is het een heel ander verhaal. Daar hebben ze bijna 80% wel van de markt. Heeft alleen Tesla. En dit is dan het geval van in dit geval Amerika. Maar ook in Nederland zag je dit bijvoorbeeld terug in de derde maand, maart van dit jaar. Waar Tesla Model 3 was het meest verkochte model in Nederland. In Noorwegen werden veruit de meeste Tesla's op kenteken gezet. En zeker elektrisch was heel erg populair. Ook daar was Tesla dus de grootste eigenlijk, de meest verkochte auto. Dus je kunt wel zeggen dat Tesla op verschillende markten in ieder geval de elektrische voertuigenmarkt domineert. En ook zeker andere concurrenten zoals BMW, Mercedes, Audi, dat ze daar gewoon in aantallen best meedoen. Eigenlijk ook daarop concurreren. En misschien zelfs in Amerika zie je dat ze meer auto's verkopen dan Audi bijvoorbeeld. Dus dat waren vier belangrijke punten waar je op moet letten. In dit geval bij de auto's, maar in ieder geval op het product of de markt van een bedrijf. Zoals gezegd, ten eerste de omzet, ten tweede de groei, ten derde de cashflow en ten vierde het marktaandeel. En dit is in dit geval voor Tesla is dat auto's, maar bij Uber zou dat dus taxidiensten zijn. Bij Amazon kan het dus van alle andere dingen zijn, want die zitten overal een beetje in. Maar voor elke start-up is dit anders, maar eigenlijk de vier punten blijven altijd wel staan. Dan komen we bij een belangrijk punt aan. Hoe ga je Tesla nou eigenlijk waarderen? Want hoe schat je het bedrijf in? Het zou zomaar kunnen zijn dat heel veel mensen het zien als autofabrikant, terwijl ik het zelf ook zeker zie als een groot gedeelte als techbedrijf, technologiebedrijf. En dat dit van impact is natuurlijk omdat je een technologiebedrijf anders benadert dan een autobedrijf. Dit heeft vaak veel meer vaste activa, terwijl een technologiebedrijf bijvoorbeeld veel meer op softwarekant gericht is voor de waardering. En het kan dus zomaar zijn op het moment dat iemand die altijd autobedrijven analyseert, die zegt van oh, ik doe altijd Ford, GM hou ik bij en dus nu ook Tesla. Dan gaat hij het op een manier waarderen zoals hij ook bij Ford doet. Terwijl ik denk dat Tesla een heel ander bedrijf is als Ford. Zeker omdat Tesla veel meer technologie en software gerelateerd is. Dus is het een heel andere manier van waarderen. Daarbij komt ook nog kijken dat techbedrijven misschien vaak nog wel veel extremer reageren op bepaalde situaties, op nieuwsberichten. En juist als een analist het als autobedrijf behandelt, terwijl het zeker niet 100% autobedrijf is, maar zeker misschien wel half techbedrijf. Als zo iemand dus een analyse uitgeeft die eigenlijk, of in ieder geval niet geheel correct is, of misschien gewoon fout is, zeg maar, dan reageert de koers daar natuurlijk heel erg op, terwijl het eigenlijk nergens op gebaseerd is. Dat heb ik misschien in het vorige onderdeel wel laten zien.
hoe erg een koers op dingen kan reageren die eigenlijk prima te onderbouwen zijn, zeker als je het als techbedrijf zou zien. En dus is het van belang om zelf een mening te vormen, dat je niet uitgaat van analisten, maar zorg dat je bijvoorbeeld analisten wel volgt, maar kijk dan degene die het hoog waarderen of juist degene die het laag waarderen en kijk welke argumenten ze daarbij hebben en combineer dit vooral met veel nieuws. Ik heb hier eerder een video over gemaakt over 8 websites die ik regelmatig gebruik om nieuws te verzamelen over verschillende aandelen. En probeer dit dus allemaal te combineren en op basis van al die gegevens zelf een analyse te vormen eigenlijk. Dan kun je dit natuurlijk niet voor heel veel bedrijven doen, maar specialiseer je in 1 tot misschien 3 bedrijven waar je eigenlijk zoveel mogelijk over probeert bij te houden. Voor mij is dat Tesla omdat ik gewoon erg geïnteresseerd ben in de techniek. En ten tweede omdat ik zie dat dit eigenlijk wel de toekomst is, zeker op korte termijn. En het enorm veel potentie heeft om een aandeel, zeker om in waarde te verdubbelen of misschien nog wel meer. En voordat we naar de punten gaan om te kijken waarom ik Tesla nou toch heb bijgekocht, wil ik je vragen, als je het een leuke video vindt, geef even een duimpje omhoog. Vind je het minder, geef even een duimpje omlaag. En laat in de reacties onder deze video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond. En ben nog steeds aan het kijken, dus is het waarschijnlijk een interessante video. Als je nog meer video's van dit soort onderwerpen wilt zien, ik maak elke week 2 video's, dus over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je op het kanaal. Maar dan gaan we nu dus kijken naar waarom ik eigenlijk heb gekozen toch aandelen bij te kopen. En daarbij wil ik eigenlijk snel een paar punten doorlopen. Ten eerste Tesla op dit moment. Nou, Tesla, de bouwkwaliteit is niet altijd perfect. Er zijn zeker de Duitse merken kunnen veel beter auto's bouwen. Maar wat Tesla wel goed doet, is de batterijen. Want je zult zien dat die Duitse concurrenten nu inmiddels wel met auto's op de markt komen, elektrische auto's. Maar dat een Tesla Model S bijvoorbeeld uit 2012 nog steeds meer rijbereik heeft dan een nieuwe Mercedes of Audi. En je kunt zeggen, nou, je had zeker meer verwacht van dat soort bedrijven. Maar in principe heeft Tesla dus in 7 jaar tijd een voorsprong opgebouwd. En heeft de rest het zeker nog niet in weten te halen op dit moment. Niet alleen zijn de accu's in de auto's belangrijk, maar ook het netwerk om ze op te laden. Nou, Tesla heeft inmiddels bijna 1500 superchargers ter wereld staan. Dus het is veel makkelijker om je auto ergens op te laden, om een punt te vinden om dit te doen. En als je ergens aankomt, zijn deze systemen vaak ook nog veel sneller dan de concurrenten. Wederom omdat zij al zoveel ervaring hebben, zowel als accupakketten en het opladen. Ze lopen gewoon jaren voor op de concurrentie en deze wordt alleen maar eigenlijk groter. Je zou verwachten dat de concurrentie dichterbij komt, maar telkens weet Tesla manieren te vinden om het accupakket te vergroten, of eigenlijk het accupakket zelfs gelijk te houden, maar het rijbereik te vergroten, of een accu of een snellader sneller te laten worden, waardoor het opladen weer sneller gaat. En ze blijven dus die voorsprong op concurrentie telkens behouden. Wat een Tesla natuurlijk heel erg interessant maakt, is dat die eigenlijk vaak regelmatig 's nachts geüpdate wordt. Je hebt gewoon updates over the air, dus je zet je Tesla thuis neer. Hij is verbonden met het internet en op het moment dat je 's ochtends instapt, kan het zomaar zijn dat er een update is geweest waardoor eigenlijk je auto beter wordt. Nou, dat is eigenlijk voor geen enkele andere auto het geval, zover ik weet. Als je op dit moment een Audi, een elektrische, koopt, dan is die zeker over een jaar niet beter dan op het moment waarop je hem kocht. En bij Tesla kan dat zomaar het geval zijn, omdat gedurende het jaar regelmatig updates bijkomen die ook automatisch worden bijgewerkt 's nachts. Dus het is zomaar... Ja, het is zelfs waarschijnlijk dat je auto die je nu koopt, of degene die je over een jaar hebt, dus een Tesla die je dan een jaar hebt, is waarschijnlijk dus beter dan wanneer je hem kocht. En dit komt ook weer terug in het volgende punt, en dat is natuurlijk de full self-driving, het autonoom zelfstandig rijden. Op dit moment worden Tesla's die nu gemaakt worden, beschikken eigenlijk over alle hardware om dit mogelijk te maken. Dus in de toekomst, als het volgens de wet in ieder geval toe wordt gestaan, dan is het zomaar dat er 's avonds een update komt. En vandaag kom je nog zelf thuis aangereden en morgen vraagt hij of je naar je werk gereden wilt worden. Hoef je niet eens meer zelf te rijden. Wederom een update. Alles zit op dit moment al ingebouwd. En zeker voor de toekomst is het dus best wel goed dat je het zomaar dus je auto beter wordt over een paar jaar. En over de toekomst gesproken, natuurlijk worden eigenlijk koersen die zeggen altijd iets over de toekomst van een bedrijf, wat er wordt verwacht van een bedrijf in de toekomst. Nou, laten we dan gaan kijken naar de toekomst van Tesla. We hebben net het heden eigenlijk bekeken. We hebben gezegd dat ze op dit moment de meeste ervaring hebben. Nou, aangezien ze de meeste ervaring hebben, zullen ze ook in de toekomst, zeker op korte termijn, deze voorsprong nog altijd wel weten te behouden. Tesla is volledig gefocust op elektrische voertuigen, dus alle kennis en alle energie steken ze daarin, waardoor ze dus wederom die voorsprong zullen behouden of misschien nog zelfs wel vergroten. En ze zijn nog volledig geïnvesteerd hierin, dus ze hoeven nergens anders rekening mee te houden. Ze hoeven niet zoals Volkswagen misschien nog fabrieken te onderhouden waarin dieselmotoren worden gemaakt die misschien wel over een paar jaar, eigenlijk in 5 jaar tijd, weet je al dat er verschillende landen of steden zijn die dat soort auto's niet meer toelaten in de stad. Dus waarom zou een bedrijf als Volkswagen daar nog geld in steken? Ten eerste in de ontwikkeling, ten tweede in het onderhoud van dat soort dingen. Terwijl je weet, over 5 jaar is het in ieder geval niet zoveel meer waard. Of in ieder geval heb je het misschien wel zelfs niet meer nodig.
Tesla heeft op dit moment al de goedkoopste accu, zoals eerder gezegd, omdat ze die capaciteit hebben. Ze zijn een tweede fabriek bij het bouwen, dus ze hebben alleen nog maar meer capaciteit. En ze hebben ook nog eens de beste motor, de kleinste motor, maar wel de meest krachtige ook. En ze hebben juist nog een bedrijf overgenomen, is goedgekeurd, Maxwell Technologies, ook accu gerelateerd. En Tesla denkt hiermee dat ze zelfs de accupakketten wederom kunnen verbeteren. En alle concurrentie die er op dit moment bij komt, want we horen al jaren dat er concurrentie aankomt, maar eigenlijk op het moment dat die er al is, is het vaak vertraagd, omdat ze vaak toch veel problemen ondervinden. Audi is inmiddels met een auto gekomen, maar daar weten ze al van dat die nooit geld op zal gaan leveren. Die zal altijd geld kosten. Porsche is ook bezig met de Taycan, heet die geloof ik. Maar daarbij zul je zien dat het ten eerste lage productieaantallen zijn, geloof ik nu 30.000. En ten tweede een heel andere prijskategorie, die bijna dubbel zo hoog ligt als bij de meeste Tesla's al. Dus dat is weer een heel ander segment. Jaguar heeft er inmiddels wel, Mercedes heeft ze inmiddels wel. Er zijn altijd minpunten. Bij Tesla is dit misschien de bouwkwaliteit, maar bij iPace is dit misschien de accu die niet zo goed is of het rijbereik. Dus je zou zeker verwachten dat dit soort merken kunnen concurreren. Dit kan natuurlijk wel op bepaalde onderdelen, maar zeker op de techniek lopen ze ver achter. Kijken we nou juist naar de productieaantallen, dan zien we dat dit bij Tesla de komende jaar, twee jaar erg zal toenemen. Ten eerste natuurlijk vanwege de Model 3 die nu volop gebouwd wordt en de tweede fabriek die aan het einde van het jaar in China al online komt. En volgend jaar staat de Model Y op de planning. Nou, dat is dan weer een auto die eigenlijk voor 75% is gebaseerd op die Model 3. Dus ze hebben daar de ervaring al, de onderdelen al, de machines al. Dus ze hoeven heel veel research en onderzoek niet meer te doen. Dus je hebt eigenlijk een model wat voor driekwart lijkt op een model wat je al hebt. Dus daar kun je alleen maar betere marges op halen. En de aantallen nemen ook nog eens toe, waardoor waarschijnlijk de kosten nog verder zullen dalen. Dus daarom ook daarom nog steeds extra marge wordt gemaakt. Dus dat gaat alleen maar de goede kant op. Maar niet alleen Tesla zal natuurlijk veel elektrische auto's maken. Ook concurrenten zullen steeds meer komen. Misschien nog niet in de aantallen die Tesla heeft, maar de hele markt zal uiteindelijk wel toenemen. Nou, Tesla heeft een groot marktaandeel. Maar stel dit zou toch gaan dalen, is dat op zich niet erg. Want zolang de markt in zijn geheel maar meer groeit dan Tesla daalt in procenten, dan zul je zien dat Tesla toch een grote omzet weet te behouden en dat die uiteindelijk toch nog zal groeien. En daarbij denk ik ook nog dat Tesla beter voor is bereid op deze toekomst, want laat maar weer nemen Volkswagen als voorbeeld. Zij hebben nu veel benzinemotoren, dieselmotoren en daar verdienen ze veel geld op. Ten eerste met de verkoop, maar vooral ook het onderhoud, want er zijn veel bewegende onderdelen. Ik geloof een gemiddelde auto heeft dan 2000 bewegende onderdelen. Bij een elektrische auto is dit minder dan 200, dus er kan veel minder misgaan bij een auto. Bij Tesla's zijn er vaak degene onderdelen die vervangen moeten worden, zijn banden, ruitenwissers. En dat was het vaak wel. Een accupakket is niet het geval, want zeker in de toekomst verwachten ze 1 miljoen kilometer met een accu te kunnen doen. Laat zeggen dat jij 10.000 kilometer per jaar rijdt, dan kun je 100 jaar vooruit bij een vertegenwoordiger. Die 100.000 kilometer per jaar rijdt, kun je alsnog 10 jaar vooruit met je auto. Dus ze moeten het zeker niet hebben van elektrische auto's met onderhoud waar het op verdiend wordt. Het kan alleen verdiend worden op het moment dat ze het verkopen. Of in het geval van Tesla, die zegt we gaan over een paar jaar, als de wetgeving het toestaat, zelfstandig autonoom rijden. Auto's die nu in Amerika worden geleased volgens constructie, die gaan later weer terug naar Tesla aan het einde van het contract. Dus het is zomaar dat Tesla over een paar jaar misschien wel 100, 200.000 auto's heeft die ze kunnen gaan inzetten als eigen zelfrijdende taxivloot. En op dat moment zijn die auto's eigenlijk al betaald. Ze kunnen ze laten rondrijden, laten opladen bij hun eigen netwerk en daar dus geld uit genereren. En een ander verdienmodel dan autofabrikanten op dit moment. Want die moeten het dus vooral hebben van benzinemotoren, dieselmotoren. En die hebben moeite om in ieder geval winst te maken of geld te verdienen op elektrische voertuigen. En al deze dingen samen zijn dus informatie die je kunt samenvoegen voor je eigen mening om te beslissen of je nou een aandeel wilt gaan kopen van een betaald bedrijf. Het is natuurlijk in dit soort gevallen heel vaak moeilijk om een prijs daarbij te noemen. Ik heb eerder in video's genoemd dat alles onder de $300 heel interessant is bij Tesla. Dit kwam omdat het aandeel lange tijd tussen de 250 en bijna $400 telkens op en neer schoot. Maar je ziet dat de laatste tijd heel veel negatief nieuws komt. Daardoor zakt de koers. Dan komt een analist die stelt zijn analyse bij, verder naar beneden, waardoor de koers verder zakt. De volgende analist doet dan weer hetzelfde, waardoor die verder zakt. En zo blijven we eigenlijk continu in een spiraal naar beneden gaan. Dus op dit moment zitten we heel erg negatief nieuws. De koers zakt continu verder. Al vindt hij nu wel een beetje rond de $200 een beetje support. Daar blijft hij dan ook wel hangen. Maar wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk, er zijn heel veel positieve dingen, heb ik in deze video denk ik genoemd. Analisten zien het dan misschien als negatief nieuws, maar als je verder onderzoek gaat doen en het goed analyseert, vind ik dat het vaak positieve dingen zijn of dat ze zeker niet zo negatief zijn als dat het gebracht wordt. Dat heeft er denk ik zelf ook weer mee te maken dat er
zoals ik al zei, heel veel geld verdiend wordt op benzine- en dieselmotoren, dat tot al die producenten niks verdiend wordt op elektrische voertuigen. Dus die willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Alleen Tesla weet daar denk ik op lange termijn, of eigenlijk al zelfs op korte termijn geld op verdienen. En andere producenten pas echt op lange termijn. Die moeten nu vooral veel geld investeren daarin. Dat kost dus alleen maar geld. Dus die willen het zoveel mogelijk negatief nieuws naar buiten brengen, waardoor de koers verder zakt. Maar dat zijn dan denk ik juist goede momenten om te investeren in dit soort bedrijven, omdat je eigenlijk goedkoper in kunt stappen. Natuurlijk neemt het heel veel risico met zich mee, want het kan zomaar zijn dat de koers verder blijft dalen. Ik zie ook zeker wel gebeuren dat de koers misschien wel verdubbeld, nog wel dit jaar zelfs. Wat belangrijk hierbij is dus dat je zelf nieuwsberichten gaat lezen, dat je zelf verbanden gaat zien en dat je ook zeker analyses van analisten gaat kijken. Maar zorg er dan voor dat je dan de negatieve analyses bekijkt en kijkt waarom ze dat vinden, welke argumenten ze gebruiken. Kijk ook naar positieve analyses. De bekendste hiervan is ARK Invest. Die zeggen in de toekomst, als Tesla 6% marktaandeel heeft, verwachten we $560 per aandeel. Weet Tesla nou 11% marktaandeel te hebben, geloof over 5 jaar, dan verwachten we zelfs meer dan $4000 per aandeel. Ga dus ook kijken waarom hun dat vinden, welke argumenten zij hebben van het positieve geval. En zorg dat je deze informatie, al die analyses, nieuwsberichten samenvoegt. Dat je een eigen analyse maakt en dat je daarop eigenlijk baseert of je het wel gaat kopen of niet gaat kopen en welke bedrag je het waard vindt. Nou, ik zal in deze video geen bedrag noemen, omdat dat weer een kan ik een andere video over maken waar we gaan kijken naar ten eerste welke verkoopaantallen verwachten op de korte termijn, welke kostprijs van een auto verwachten omdat we weten dat accu telkens goedkoper wordt, dat soort dingen. Ik zou er een video over kunnen maken, laat dat even weten onder deze video in de reacties, dan neem ik hem misschien wel mee in volgende maand een keertje bijvoorbeeld, want ik weet dat Tesla gewoon een heel erg interessant onderwerp is waar veel mensen interesse in hebben en ook op onze Discord chat wordt er trouwens heel erg veel over gepraat. En hoewel ik deze video dan afsluit zonder echt specifiek een bedrag te noemen, hoop ik wel dat je veel hebt geleerd. In dit geval is het dan van Tesla welke punten je hierop moet letten, maar er zijn ook zeker punten zoals gezegd die omzet, de cashflow, de groei en het marktaandeel die je vaak kunt toepassen op andere bedrijven. Wil je misschien nog andere bedrijven zien? Want ik was eigenlijk van plan om Tesla te vergelijken met Uber. Maar ja, ik zag al dat deze video lang zou worden. Dus ik heb alleen Tesla genomen. Misschien kan ik nog een video over Uber maken of een ander bedrijf. Laat dat ook weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Heb je nog vragen, opmerkingen? Laat dat dus weten onder deze video. Of kom naar onze Discord chat. Er zitten inmiddels met meer dan 110 mensen en praten over dit soort onderwerpen. Persoonlijke financiën, investeren en beleggen, passief inkomen. We delen nieuwsberichten, we geven elkaar advies, we delen ervaringen, al dat soort dingen. Gewoon een gezellige plek om verschillende vragen. Misschien heb je vragen, wil je daar antwoord op? Misschien wil je andere mensen helpen, is ook een goede plek daarvoor. Dus kom zeker naar onze Discord chat, een link vind je onder deze video. En als je nog geen lid bent van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken, abonneer je dan op het kanaal hier onder deze video. Dan mis je nooit meer een video. Zoals gezegd, elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.